afstand van 80 meter 96. Het is het eerste gebeuren op deze tweede dag. Er is verder nog niets te beleven in het stadion om ruimte te maken voor die toch vrij gevaarlijke werk. En hij verbetert zich. En Tam, dit seizoen toch goed bezig aan een sterk seizoen. Komt naar een afstand van 81 meter en 12 centimeter. En gaat ermee steviger aan de leiding. Het is bij de heren een strijd in dit landenklassement tussen de Sovjet-Unie, de DDR, de ploeg van de Verenigde Staten. En verrassenderwijs is de ploeg van Afrika ook sterk in het klassement. Maar dat blijkt niet bij dit kogelslingeren natuurlijk. Dat komt vooral door de winst die de Afrikanen boeken op de loopnummers. De man door die Tam zou verreggen volstrekt kansloos zijn geweest. Tam nummer 1 op de wereldranglijst van het jaar. Winnaar ook bij de Europa-bekersfinale in Moskou. Komt uit de Sovjet-Unie, dat had je al begrepen. Is dit seizoen zijn landgenoten Sedic en Litvinov vooraf gegaan. Bij diverse gelegenheden de nummer 1 van het jaar. En hier in Canberra gooit hij de hamer 5 keer voorbij de 80 meter. Met 82 meter en 12 als beste prestatie. Terug bij Tam. Het is nu zijn laatste mogelijkheid. 81-12, dat staat er nog altijd als beste prestatie bij dat kogelslingeren. Hij gaat weer verder vooruit, die sportleraar uit Kiev. Hij komt op 82 meter en 12 centimeter. Zijn atleten met 4 draaiingen. Hij heeft er dus 3. '82-12, beste prestatie. I'll be back.